Normaal dus hier. Gisteren tot hier. En nu tot daar. Volgens de havenmeester heeft de droogte van dit jaar groot effect op de waterstand. Ja, ook beslist. Ja, en vooral vroeg in het seizoen. He, normaal gesproken ben je op peil, zeg maar, nou, halverwege november, begin november, halverwege november, dat je echt op het winterpeil zit. En het was nu al, nou, het begon augustus volgens mij al, dat het al gewoon lager dan normaal stond. Het lage water is problematisch voor schepen met een diepe kiel, zoals deze. Hij zou dus weggaan, maar hij ligt in de blubber en hij kan zijn roer niet gebruiken. En dus ja, hij blijft liggen nu voor de winter. Het is uitzonderlijk, ja. Gebeurt niet zo vaak. Ik ben wel eens vastgelopen omdat het schip diep steekt. Maar wat nu gebeurt is dat ik gewoon geen water onder de kiel heb. Rijkswaterstaat vindt de situatie niet uitzonderlijk. Het water staat volgens hen op winterpeil. Dat is zo'n 20 centimeter lager dan in de zomer. Maar toch maakt havenmeester Henk zich wel zorgen. Ik vind het wel een zorgelijke situatie hoor, waar we nu in zitten. Als je kijkt ook naar... We hebben natuurlijk prachtig mooi weer gehad, allemaal heel mooi en aardig, maar zorgelijk vind ik het wel.